Welkom bij een nieuwe Oranje vlog. Jullie kijken nu naar het onder 17 op het WK in Brazilië. Ik ben Kiana Hoever, 17 jaar en ik speel zelf voor Liverpool. En ja, we zijn gewoon in Brazilië voor het WK. We zitten nu in de kwartfinale of in de achtste finale. Waar wij tegen Nigeria spelen, morgen al. Dus ik ga jullie gewoon vandaag meenemen op hoe, hoe we dat voorbereiden. Dus veel kijkplezier en doe de duimpjes omhoog, abonneer. En dan zie ik jullie. Zelf slaap ik met de enige echte Kenneth Taylor. Goedemorgen. De man van de vlog, hij heeft al een keer gevlogd. Nu is het aan mij. En hij is mijn kamergenoot. En ja, het is gewoon hartstikke gezellig. Alleen zoals de mensen misschien thuis al weten, zijn Kenneth en ik een beetje gameverslaafd. En kijk, we hebben allebei zo'n doos, PlayStation doos. Hij heeft één, ik heb één daar. Maar de wifi is drama, dus we kunnen niet PlayStation. Dus toen besloot ik maar even te vloggen. Dus vandaar. Even een klein beetje depressief. Klein beetje depressief zijn we. Maar voor het leedvermaak, een kleine vlog. Voor jullie. We zijn nu bij het ontbijt. Ik ga jullie even laten zien wat we eten. Hier, ik heb een tosti, bento teefjes. En voor de rest ligt er nog wat fruit op tafel en zo. De jongens willen niet in beeld, ze allemaal niet mooi in de ochtend of zo. Ik zie jullie later weer. Er zijn natuurlijk ook een paar nieuwe gezichten op dit WK. Een paar nieuwe jongens die er nog niet waren op het EK. Dus ik ga ook zo meteen even langs in. Zodat ze zich kunnen voorstellen en zo. Zodat jullie ook weten wie het zijn. Dat ga ik even doen. Een van die nieuwe boys is Jaden. Ik ben niet nieuw hoor, mensen. Oké, hij is niet nieuw, maar jullie kennen hem misschien niet van, van het EK in ieder geval. Hij was geblesseerd op het EK, daarom was ik er niet bij, maar hier ben ik wel. Waar speel je? Hoe oud ben je? Ik ben 16 jaar, ik speel bij Manchester City. 16? Wat ben je? 17. Oh ja, 17. Hey, daar. Dit is een andere speler die nieuw is, Nairo. Ligt lekker in zijn bed. Ja. Speelt bij PSV en goeie jongen. Dat is het voor deze kamer. Hey, jongens, zie je. Nee, ik heb nog iets te zeggen. Zie. We gaan nu naar een ander hotel toe, in de stad. Dus ja, we hopen dat het hotel goede wifi heeft. En ik ga even naar een paar nieuwe boys weer. Yuri, je bent nieuw. Ja. Mensen kennen jou niet. Nee. Van het EK, dus stel je even voor aan de mensen thuis. Ik ben Yuri, regeer. Ik speel bij Ajax en bij middenvelder. Oké, man, lekker Yuri. En Bart, oftewel Trap. Hij is ook nieuw. Bart, stel jezelf ook even voor. Ik ben 17 jaar, keeper bij NAC en dit is de eerste keer bij het Nederlands elftal gemaakt. En hoe vind je het tot nu toe? Ja, het is mooi. Mooie ervaring. Ja, Kiana verwacht ik wel veel van in de volgende wedstrijd. Ja. Dus we gaan het zien. Ja, ik scoorde wel eentje. Dus dat zijn de twee andere nieuwe boys. Er zijn er nog een paar die ik later ook ga laten zien. Enki. Mooi boy. Dus ik zie jullie weer later. Ciao. We zijn net klaar met eten. We hebben nu rust, dus ik zit met Kenneth gewoon op mijn kamer alleen. Ik ga even FIFA spelen. Dus ja. Tegen elkaar. Nee, we gaan niet tegen elkaar. Maar we gaan wel even FIFA spelen. Dan laat ik jullie wel weten wanneer ik mensen gewoon online jantjes geef. Dan ga ik wel even filmen voor jullie. Kenneth ook. Of Kenneth, ga je jantjes geven vandaag of zit het er niet in? Poeh. Ik denk dat we even moeten afwachten hoe de delay is. Ja, het werkt gewoon niet. Het is gewoon weer heel vervelend. In elk hotel wil het gewoon niet werken. En het wil nu ook gewoon weer niet werken. We zoeken een potje en dan... De lag. De lag is gewoon daar. Komt het. Kijk. Veel mensen die FIFA spelen, die weten gewoon... Kijk, je hebt het lag. Ja, die weten gewoon ook dat dit niet goed genoeg is. We zijn nu op het veld en het is echt heet. Maar we moeten voorbereiden op de wedstrijd van morgen. Dus dat gaan we doen. Ik ben hier met Naats. Dus ik zie jullie na de training. Ik ben hier met Enzo Knol. Ja, zeg je Enzo Knol. Met Romano Postema, speler van FC Groningen. Ja, nee, ik ben Enzo Knol. En ben nu ook bij op het WK. Ik
Hij is er ook bij, jongens. Spits van Groningen heeft zijn debuut al gemaakt in de Eredivisie. Motaap, heb jij het debuut ook al gemaakt? Je bent al bijna 18, nee. Ik heb net gedoucht, net getraind, goed gevoel voor de wedstrijd morgen. We gaan zo nog eten, hebben nog een bespreking. We zitten de dag er alweer op, dus maar goed gevoel nou morgen in ieder geval, dus dat is goed. We hebben net bespreking gehad, even wat gegeten. We gaan zo meteen slapen. Ik ben nog even met Sontje. Sontje, wat gaat het morgen worden, de wedstrijd? Ik hoop dat we gaan winnen, dus als we niveau weer pakken, ja. Kan niemand ons aan, denk ik. Klopt. Als we ons niveau halen, kan niemand ons aan. Of niet, Nairo? Zeg maar ja. Door? Duim even. Hey, nee, man, die laat het zitten. Duim even kijken, zit een beetje goed toch? Doe niet. Wie gaat weg? Maya. Die camera en wie? Ik ga zo slapen, maar ik zie jullie zo nog even. Nee, hou op, een haakje in je part. Voor de welterusten. Mensen, het is avond. Dank jullie wel voor het kijken. Ik ga zo meteen slapen. Morgen wij zijn tegen Nigeria, dus we hebben de slaap hard nodig. En dan gaan we even vlammen morgen voor jullie. Dus ik zie jullie wel weer in een nieuwe vlog binnenkort. En bedankt voor het kijken. Doe sowieso even blauwe duimpjes. Abonneer, jullie weten het wel. En dan was het het weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Tot de volgende keer. Doei!